als de vele gerenommeerde batsmen in het Engelse cricket en het internationale cricket hun wicket. Zoek het maar op in de Wisden, een van zijn grote scalpen was in de tijd het fenomeen de Indiër Sunil Gavaskar. Een klein minpuntje voor Paul is dat hij in Vlaarding is geboren. Daar heeft hij niet zoveel meer over, daar werd niet gecricket. En hij verkaste snel naar Den Haag om voor cricket te spelen. Voor Nederland speelde hij wat minder, omdat hij die jaren in Engeland verbleef. Hij speelde 51 wedstrijden voor het Nederlands elftal, waaronder 5 officiële ODI's. En dat was tijdens het wereldkampioenschap 1996 in Zuid-Afrika, toen hij ineens weer in het Nederlands team verscheen om die 5 wedstrijden te spelen. Hij was toen inmiddels 38. In 86 was die verhuizing van Nederland naar Hampshire. En in Engeland speelde hij 69 first-class wedstrijden, 193 wickets voor 5.406 runs. 333 runs scoorde hij in 54 innings. Het was duidelijk, hij was geen batsman. En vaak sloot de captain van Hampshire de innings voordat Paul Jan aan het wicket kwam. Hij maakte zijn naam in het Engelse cricket ook door iets heel bijzonders. Hij heeft mij ooit eens het verhaal verteld dat hij kledingadviseur was van vele Engelse topcricketers. Als hij bij Hampshire speelde, dan ging hij met de jongens Southampton in om mooie kleren te kopen. En wie Paul Jan kent en zich voorstelt hoe hij was, hij zag er altijd uit om door een ringetje te halen. Hij verdiende dus zijn sporen in Nederland, Oranje, bij Kwik natuurlijk, maar vooral in Engeland. Een, mijn ogen en in onze ogen, een echte Nederlandse cricketheld. Paul Jan.